Denken? Nog een mooie scène? Ja, in bed, geloof ik. Of aan de telefoon, ik weet het niet. Jongen, Gerda, geweldig zeg. Ja, ik ook. Ernie, hallo, zeg het. Je zit te praten met een banaan. Nee, Bert, dat zit zo. Ik ben in gesprek met Gerda aan een banaan. Wil je Bert ook even? Nee. Zullen we jou ook nog even bidden? Nee hoor, nee Ernie, ik doe niet mee. Doe nou Bert, praat met Gerda. Ik spaar peperclips. Goed zo, zeg maar. Ik spaar peperclips, Gerda. Huh? En wat nog meer, Bert? En ik spaar kroonkurken. Ja, goed zo, Bert. En de letter W vind ik ook erg mooi. Nu gaat die lekker. Ja, en mijn grootste hobby is duiven, ja. De stem moet natuurlijk blijven zoals hij is eigenlijk, hè? Wordt hier nog getest door Mr. Hansen? Ja, Mr. Hansen is overleden, maar door het kantoor, zal ik maar zeggen. Nee, maar dat niet meer. Maar onze stemmen zijn nog hetzelfde als 35 jaar geleden. Dat is toch niet vanzelfsprekend? Nou, we zien er ook nog hetzelfde kleine uit als 35 jaar geleden. Maar dit is, ja... Een nieuwe Bert en Ernie plaat. Naast de kleipoppetjes, nu heb je de smaak te pakken. Dat lijkt me toch fantastisch. Liedjes. Nou, ja, die komt eraan. Die is onderweg. Meen je dat? Ja. Hebben jullie nieuwe liedjes gemaakt? Nou, er is een firma. Er zijn bij verschillende bedrijven geweest. Die hebben dan Maar dat maakt me helemaal niet uit. Komt er een nieuwe plaat? Komt een nieuwe plaat, maar dat is overgegaan heel veel naar een ander bedrijf. Je moet er weer over nadenken. Wat kan dat nou schelen of dat naar een ander bedrijf is gegaan? Ja, je vraagt of ik wil uitleggen. Staat vervolgens ga je erover klagen als het anders is dan jij wil horen. Zeg maar wat je wil horen, dan zeg ik dat. Als ik je daar wat ik eigenlijk zou willen horen is, wat staat er op die plaat? Dat weet ik kom nog niet. Komt toch. Oh, dat gaan jullie nog maken? Ja. Oh, is nog geen liedje klaar? Dat heb je dan, voordat je het maakt, weet je dat vaak nog niet. Waar zou een liedje over moeten gaan, Eva? We mogen nu kunnen we ze nog beïnvloeden. Dat laten we ons absoluut niet voorschrijven. Positivisme hebben we dus al gehad. De multiculturele samenleving. Ach, zoet. Of dat een crisis niet erg is. Ja. Kantelpunten. Een crisis is niet erg. Ja? Jee, ik zou het ook wel een beetje missen, Bert. Als er geen crisis meer was. Nee, dat is juist fijn. En crisis in de huwelijk is ook fijn. Als het alleen maar voor de wind gaat, dat is niet prettig. Want je moet juist een contrast hebben. Maar het is een contrast. Een contrast is... Contrast is dat jij bijvoorbeeld weer eens boos bent en ik ben heel blij en vrolijk. Ja. Dat we daar dan ruzie over kunnen maken. Die zou ik toch niet willen missen, al die ruzies. Maar ik ben nooit boos. Ga door! Ja. Tot zover. Paul Hane en Wim T. Schippers, Bert en Ernie.